Hallo iedereen en welkom bij mijn spectaculaire boekpresentatie over de gorgels en het geheim van de gletsjer. Dit boek is geschreven door Jochem Meijer. Dit boek is geïllustreerd door Rick de Haas. Jochem Meijer is een van 's lands grootst en meest geliefde komieken. Hij staat voor uitverkochte zalen, tot de nok toe gevuld met jong en oud, en nu ook bekend als schrijver van de gorgels. Ik ga nu een klein stukje vertellen. De uitgeverij is Leopold. Ik ga nu een klein stukje over dit boek vertellen, wat er ongeveer gebeurt. Melle en zijn familie zijn op vakantie in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melle's zusje in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen gorgel, Belia? Dat is het begin van het superspannend avontuur waarin het spoor leidt naar de gletsjer, die langzaam begint te smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met murmeltieren, roofvogels, berggorgels en kotsbalgers. Ze worden geholpen door een nieuw personage, Katja, die alles weet over gevaren van de bergen. En ze is ook een heel erg goede weervoorspeller. En ze zijn naar het land Zwitserland gegaan, als je dat wil weten. Dus ja. Dit boek is een minstens zo spannend als fantasierijk avontuur als de gorgels. In 2016 was dit boek de winnaar van de prijs van de Nederlandse kinderjury. En het boek, Rick de Haas, die illustrator, is ook bekend van Mace Kees. En nu ga ik de hoofdpersonen en bijpersonen vertellen. De hoofdpersonen zijn Melle, Limoni en Bobba en Katja en Belia. Hun zijn de hoofdpersonen die het meest voorkomen in het verhaal. De bijpersonen zijn de ijsgorgels, Abba, de oergorgel, de grijze gorgel, Gug met zijn gorgelleden en de opa van Melle, de oma van Melle, de mama van Melle, de papa van Melle. En de moeder van Katja, de vader van Katja enzovoort. Dat zijn de hoofdpersonen en bijpersonen. Ik ga nu een klein stukje voorlezen. Belia! Riep Limoni. Ze rende door het restaurant heen en weer. De vrouw in het rode hoek, in de rode rok keek hen vreemd aan. Merde zijn rugzak voor zijn buik en ging in een hoekje staan. Hij deed hem een klein beetje open. Heeft Belia zich ergens verstopt, Bobba? Fluisterde hij. Bobba stak zijn oren uit de rugzak. Ze bewogen driftig heen en weer. Bobba hoort geen Belia hier of niet of wel. Melle deed zijn rugzak weer om en rende naar Limoni. Kom, zei hij. We gaan terug naar mama. Anders wordt ze ongerust. Nee, zei Limoni. Ik ga dus niet weg voordat ik Belia heb gevonden. Luister, lief zusje. Bobba zegt dat ze niet in het restaurant is. Het is nu donker buiten en we kennen de weg niet. We gaan thuis een plan maken. Ik beloof je dat we haar terug gaan vinden. Bobba is de beste waakgorgel die er is en hij gaat ons helpen zoeken. Wat gebeurt er verder? Lees het boek zelf. Er zijn ook een paar tops waar ik het echt helemaal mee eens ben. De top van Trouw is spannend en met voetbaar enthousiasme opgeschreven. NRC Handelsblad heeft gezegd: Meijer kan dit. Het verhaal is heel sterk, supergoed verzonnen en bevat veel fantasie. Je blijft doorlezen. Aldus de Nederlandse kinderjury. Dus, oh ja, en trouwens, dit is niet het eerste deel. Ik weet niet welke deel het is, maar de eerste deel is gewoon de gorgels. En ik heb hier nog een boek.
gaat over de gorgels en de grote opera. Die heb ik ook al gelezen. Daar ga ik geen boekpresentatie over houden. Die mogen jullie zelf lezen. Die ga ik niet vertellen. Ja, inderdaad. Ik heb een boel boeken hier. En hierachter heb ik ook eentje. De rotschool, deel 2. Die ben ik aan het lezen. Daar ga ik ook een boekpresentatie over houden. Nou, ik weet het niet zeker. Misschien wel. En, oh ja, trouwens, ik ben vergeten om te laten zien wat dit boek soort van is. Fantasie. En nu heb ik niks meer te vertellen. Dus, dit is het einde van mijn boekpresentatie. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doei!